Vandaag zondag 3 januari bij de huldiging van Europees kampioen CSV rolstoel handbalteam. Allereerst wil ik even beginnen met Ada, oprichter van dit team. En zelf ook nog gespeeld op het EK tegen Zweden. Ze wist zelfs nog een paar ballen te stoppen. Prachtige prestatie. Ada, ik wil deze trofee graag even overhandigen, omdat jullie alleen maar medailles kregen van de organisatie. Bij deze, voor jullie allemaal. Nou Ada, dat is wel een bijzondere eer, hè, dat je deze trofee gekregen hebt. Ja, zeker weten. Zeker van CSV uit, die altijd achter ons staat. Ja, top. Ja. Ja. Jij bent een van de oprichters van dit team, hè? Ja, ik ben ermee begonnen. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben 3 jaar terug mijn been kwijtgeraakt. En ik heb vroeger zelf altijd gehandbald. En ik wilde weer handballen, maar het rolstoelhandbal bestaat niet in Nederland. Dus samen ben ik naar Monique geweest, de toen voorzitter van CSV. En toen hebben we in november hier met het 65-jarig bestaan, hebben een demonstratiewedstrijd gespeeld tegen de heren van Vikas Alsmeer. Nou, ik denk, dan is het over, dan gebeurt er niks meer. Maar toen is het balletje gaan rollen. Samen met Bart Neef, de trainer, hebben we demonstratiewedstrijd door het hele land gegeven. En toen kreeg ik ook nog een uitnodiging voor de EK in Oostenrijk. Nou ja. Jij bent trainer van dit mooie team, ja zeker. En maar deze sport staat nog helemaal in de kinderschoenen, hè? Ja, inderdaad. We zijn het aan het ontwikkelen en we hopen dat nu een aantal teams nog erbij zijn komen. En er zijn er al 2 zijn er bekend. En dat we volgend seizoen een competitie kunnen starten met rolstoelhandbal in Nederland. Toch overgeswitcht naar rolstoelhandbal in plaats van basketbal. Martijn verkozen tot all-star speler van het team. Van het toernooi. Gefeliciteerd. Nou Martijn, je bloost er een beetje van, hè? Ik bloos er een beetje van, ja. Wat zijn jouw kwaliteiten? Ja, ik ben snel. Snel, behendig hoor ik net in mijn oor. En ja, ik speel basketbal, dus ik weet al een beetje hoe de stoel en bal werkt. Dus dat zijn mijn kwaliteiten, denk ik. Jawel, maar je moet wel over bepaalde gaves beschikken enzovoort om tot beste speler van het hele toernooi uitgeroepen te worden. Ja, maar dat doe je nooit alleen, hè? Dat heb je wel een team bij nodig. Dus heel naar het team ook. Ja. Ja, niet alleen de beste speler kwam uit het team, maar ook de beste keeper kwam uit het team. Joyce, fantastische prestatie. Gefeliciteerd. Hetzelfde vraag aan jou. Wat maakt jou tot de beste keepster van het toernooi? Ja, dat je de minste bal hebt tegengehouden, maar je hebt andere kwaliteiten, hè? Het ging gewoon lekker. Jouw reactievermogen? Ik heb geen idee. Ik heb mijn best gedaan en meer dan dat kon ik niet doen. Het ging best goed. Dus we zijn eigenlijk wel Europees kampioen geworden. Dus ja. Oké, jullie hebben Portugal verslagen in de laatste wedstrijd. Wat was het eindscore? Volgens mij 14-11. Ja, 14-11. Jij bent jongste deelnemer. Hoe lang doe jij al mee? Een jaar. En wat vind je het leuk om bij dit team te spelen? Iedereen is gewoon superleuk. En het is teamsport, daar hou ik van. En ja, dat was het eigenlijk. Jij bent klein van stuk. Dus jij lijkt mij snel rechts of links buiten. Links. Links, links. Ja. Links. Oké. Okay. Hoe lang speel jij al mee? 5 weken of zo. Nee, meer. 6, 7. Ja, maar en dan gelijk Europees kampioen geworden. Maar mede dankzij jouw komst zijn ze dat geworden? Nou, nee, het hele team natuurlijk. Hè. Ja. Hoe lang doe jij dit al? Ik ben vanaf de eerste dag erbij dat Ada het heeft opgericht in Heliomare. En mij heeft gevraagd, dus het is inmiddels ook iets meer dan 2 jaar. Hoeveel clubs zijn er die rolstoelhandbal kunnen beoefenen? Nou, elke club zou het kunnen beoefenen als de inzetter zou zijn. Waarvan we goede hulp hebben van het Nederlandse Handbalverbond. Maar nu zijn er 4 clubs actief mee bezig. En waarvan we weten nog een aantal daadwerkelijk in oprichting. Jullie spelen ook wedstrijden om promotie te maken, hè? Ja, klopt. We gaan het hele land door om promotiewedstrijden te spelen. Ook weer met de behulp van het Nederlandse Handbalverbond. Die regelt een hele hoop voor ons. En dan spelen we in principe tegen valide teams die voor de gelegenheid in een rolstoel plaatsnemen. Zijn er nog speciale regels aan verbonden? Behouders dat je geen sprongworp kan doen? Bijvoorbeeld de bal mag een paar keer stuiten of anderszins? Ja, wij hebben dan niet dat we 3 stappen mogen doen. Wij mogen 2 pushjes doen. Dus 2 keer de wielen een zwengel geven. 1 keer stuiteren of meerdere keren stuiteren. En dan mag je nog 2 keer 2 pushjes doen.
Oké, we zien ook uit de beelden dat het soms hard tegen hard gaat. Net als bij basketbal ook. Dan stormen ze naar voren toe en de verdediging. Ik bedoel, die stoelen, maar jullie ook, hebben heel wat te verduren. Nou, meer de stoelen hoor. De stoelen die vangen heel veel klappen op. Dus dat valt op zich voor de spelers zelf al mee. Natuurlijk gebeurt er af en toe wel eens wat. En natuurlijk valt er ook af en toe wel eens iemand uit een stoel. Maar ja, dat hoort erbij. Oké, en wat is jouw specialiteit? Alles. Ja, maar uit alle standen begrijp ik. Ja hoor, alles. Ja. Zijn er ook nog wereldkampioenschappen? Er worden niet georganiseerd nog. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. En een volgende stap is natuurlijk Paralympisch. Maar zover zijn we nog niet. Laat het eerst maar eens in Europa en ook in Nederland natuurlijk meer bekendheid krijgen en groter worden. En wie weet dat we daarna verder kunnen. Dan zien we jullie over een aantal jaren bij de Paralympics. Dat zou mooi zijn. Nogmaals, heel veel succes. Dankjewel.